Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan alle die in duisternis leven en verkeren in de schaduw van de dood. Een profetie, een voorzegging. Maar een profetie is dikwijls niet anders dan een gebed. Een gebed dat zijn profetisch karakter ontleent aan de zekerheid waarmee het zijn vervulling verwacht. Een zekerheid die is ingegeven doordat de liefdevolle en barmhartige God er de ontvanger van is. In dit donkere jaargetijde, na dit donkere jaar waarin we hebben geleefd in de schaduw van ziekte en dood, is nu de zonnewende volbracht. Aanstonds gaan we de geboorte vieren van het hemelse licht op de aarde. Niemand denkt dat na of door die viering onze aardse levensomstandigheden van de ene dag op de andere zullen zijn verbeterd. Maar toch, het stralende licht uit de hemel zal over ons opgaan en alles lichter maken.